staan hier in Filmtheater De Fabriek. Rosa die houdt hier een veiling vandaag met kunst Fleur. Rosa heeft dit georganiseerd. Ja. Waarom eigenlijk allemaal kunstwerken? Waarom kunstwerken? Omdat wij, we organiseren een veiling. En zoals jullie weten komen de verkiezingen eraan, 21 maart 2018. Een datum om te onthouden. Wij zijn een kleine lokale partij met heel veel goede en grote plannen, ook voor de campagne. En om die te kunnen waarmaken, organiseren wij deze veiling. Met kunstwerken, ook omdat kunstwerken dichtbij ons staan. Wij zijn een creatieve partij met een groot hart voor kunst, cultuur en ook erfgoed en mens en dier. Maar ja, kunst dus hoort bij ons. En we hebben heel veel gulle gevers binnen onze leden. Want al de werken die je hier ziet staan, zijn allemaal gedoneerd door leden van Rosa. En jullie gaan natuurlijk veilen, hè? En dat levert geld op. Waar gaat het geld naartoe? Nou ja, de campagnekas. En dat is een goed doel wat ons betreft. En ja, het is natuurlijk erg belangrijk dat je als partij jezelf goed op de kaart kunt zetten. En zeker als lokale partij, hè, want als landelijke partij heb je natuurlijk gauw al een streepje voor, omdat je meelift op de publiciteit van de landelijke partijen. Bovendien krijgen wij geen geld uit de landelijke partijkas. Dus, waarom krijgen jullie geen geld uit de landelijke partijkas? Omdat we geen landelijke partij zijn. We zijn alleen Zaans. En ik denk dat dat ook meteen onderscheidend is voor Rosa. Dat wij ons wortels hier in de Zaanstreek hebben. En ook anders dan landelijke partijen of partijen die ook landelijk fungeren. Niet afhankelijk zijn van plannen die elders worden gemaakt. Maar ons echt kunnen richten op wat hier lokaal speelt. Daarop in kunnen spelen, onze eigen plannen kunnen maken en trekken. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Hoeveel denk je dat er opgehaald gaat worden met de veiling? Ik hoop van alles. Daar kan ik echt helemaal niks over zeggen. Ik bedoel, het zijn geen Rembrandts natuurlijk. Hè. Er zitten hele mooie spullen bij, absoluut. Ik durf het niet te zeggen. Jan, kun je maar uitleggen hoe zo'n veiling eigenlijk precies in zijn werk gaat? Nou, dat is heel simpel. Er wordt werk ingebracht. En vervolgens staat die veilingmeester die staat op het podium en die begint met een bodemprijs. En vervolgens bieden de aanwezigen in de zaal, bieden op, zeg maar, tegen elkaar het liefst natuurlijk. Totdat het bieden stopt. En degene die het laatst biedt en die het hoogste bedrag heeft geboden, die mag het werk mee naar huis nemen. Hoe gaat het nou? Gaan ze nou met bordjes werken of gaan ze dan echt gewoon roepen? Ja, normaal gesproken bij een echt veilinghuis heb je een nummer, dus een biednummer. En dat biednummer dat correspondeert dus met je naam en adres en zo, met je rekeningnummer. Maar dat doen we hier niet. Dit is informeler. Staan er ook echt bijzondere stukken, vind jij? Ja, ik vind dat er bijzondere stukken staan. Ten eerste het werk van een paar overleden kunstenaars. Van Mars Vrooman, van Gert Engels natuurlijk, vind ik altijd wel bijzonder. Mooie foto hiernaast. Maar ook leuke pakketten met boeken, wat op zich al heel bijzonder is. Er zit een massage bij, er zit een thee complet bij. Dus er zitten van allerlei leuke, maar ook bijzondere dingen bij. €35 geboden, €35 geboden. Niemand meer, niemand bij. Biedt u mevrouw helemaal achteraan? Nee. €35 geboden, hier vooraan. €35 geboden. Niemand meer, niemand beter dan €35. Niemand meer, niemand beter. 2 tientjes geboden voor het mooie etje van Piet Heijzeel. 2 tientjes geboden. €25, €30 geboden. €35 geboden, €40 geboden. €45 geboden, €45 geboden. €50 geboden voor het mooie kleine etje. €50 geboden. Niemand meer, niemand beter. €55. €55 geboden. €60 geboden hier links. €60 geboden.
geboden hier ligt. 65 euro, u niet mevrouw. 60 euro geboden. Niemand meer, niemand beter dan 60 euro. Niemand meer, niemand beter. Naam meneer? Ja? Lidbouw. 50 euro voor het kleine schilderijtje van Mars geboden. 50 euro geboden. 55, 60, 60 euro, 65 euro geboden. 65, 70 euro geboden. 75, 80, 80 euro geboden. 85, 90, 98 euro geboden. 95 euro geboden. Wie maakt het rond? 35, 100 euro geboden. 110 euro geboden. 110 euro. 110 euro geboden. 120 euro geboden. 130 euro geboden. 140 euro. 150. 160. 170. 180. 190. 190 de eerste keer. Nog een keer. Maak je bron. €200 geboden. 220. 220 geboden. Eerste keer, tweede keer. Als ik niet van wezen haal. Mooi zeefdrukje. Zeefdrukje, het is een steendruk. Zet ik in voor €15. €15 voor dat werkje. €15 geboden.